Bas Kuipers, wat heerlijk om volop mee te kunnen trainen, lijkt mij. Ja, zeker. Dat is heerlijk. Als je een tijdje eruit hebt gelegen, dan is het heerlijk om weer lekker mee te doen met de groep. En het heeft even geduurd, niet langer dan normaal, maar voor jezelf voelt het natuurlijk altijd lang. Maar het gaat goed en ik train weer alles mee, dus dat is top. Liesblessure, operatie zei je net, een week of 6 eruit? Ja, ik zat net te kijken, 6 weken, ietsjes meer. Maar ik train natuurlijk al wat langer met de groep mee. En ja, dat gaat allemaal goed, dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik heb natuurlijk lang mee gelopen. En het is vervelend als je nog steeds wat pijntjes hebt. Maar dat is allemaal weer goed nu, dus daar ben ik blij mee. Hoe is dat dan als je terugkomt? Is het dan meteen weer als vertrouwd of merk je dan echt dat je een inhaalslag moet maken? Nee, is meteen als vertrouwd. Ik bedoel, ik loop hier nu al wat langer en op zich is het alleen maar fijn dat die pijn weg is. Dus dan is het ook een heel ander gevoel dat je op het trainingsveld stapt. Ik bedoel, er waren ook wel periodes dat je af en toe denkt van laat me snel naar binnen gaan. Het is nu alweer genoeg geweest en de energie sparen voor de wedstrijden. En nu hoop ik dat het toch wat anders kan zijn. Dat je toch nog meer energie erin kan steken. Wat ik wel al deed, maar of het nu wat meer nog meer kan zijn. En waardoor je ook toch nog lekkerder kan spelen en dat het allemaal goed gaat. Maar hoe meer intensiteit, hoe meer je last moet hebben gehad van je lease. Dus tijdens wedstrijden lijkt me dat het meest. Ja, klopt. Dat was ook wel zo. Alhoewel je in de wedstrijden vaak natuurlijk wel te maken hebt met adrenaline en alle omstandigheden eromheen. En op een gegeven moment vergeet je het dan wel een beetje. Dus dan ging het op zich wel goed. Maar toch, je voelde het wel. En daar heb ik ook een periode met pijnstillers gespeeld. Maar dat ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Dat het niet meer te doen was. En toen is de operatie gekomen. Goede nieuws, dan zou het voor dit seizoen wel eens Bas Kuipers 2.0 kunnen worden. Je kan alleen maar beter worden dan toch? Ja, precies. Laten we hopen van wel. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Nee, maar ik vind het gewoon eerlijk om nu met de jongens lekker op het veld te staan. Lekker te spelen zonder die pijn die ik had. En het zijn belangrijke maanden, dus ik heb wel zin in. Nee, dat mag je zeggen, maar we lachen er net een beetje om. Maar zou het echt kunnen? Zou het kunnen dat jij makkelijker kunt spelen? Nou, eigenlijk beter kunt spelen dan je hiervoor hebt gedaan? Oh ja, kijk, dat zou altijd kunnen. Maar goed, dat moeten we allemaal nog maar zien. Ik bedoel, het is niet zo dat ik helemaal niet kon spelen. Ik kon gewoon spelen. En als je er staat, dan vind ik dat je er gewoon moet staan. En dat gebeurde ook wel. Alleen, het is voor iedere speler fijn als je gewoon pijnvrij kan spelen. En, zeker als voetballer is dat misschien niet vaak, omdat je altijd wel eens pijntjes hebt. Maar goed, als je op een gegeven moment twee liesbreuken hebt, dan was het eigenlijk wat te veel van het goede. En nu hoop ik dat het dan zo blijft, in ieder geval hoe ik me nu voel. Ja, dat mag ik ook hopen voor je. Het is wel natuurlijk veronder lastig als jij langs die kant staat, dat je team in één keer ontzettend slecht gaat presteren. Ja, dat is wel lastig om te zien, zeker omdat je zelf natuurlijk dan wilt spelen. En als je dan ziet, zeker die belangrijke wedstrijden die niet goed zijn gegaan, waar je verliest. En tenminste, vorige week dan wel gelijkspel, dat is dan wel fijn. Ja, dan wil je het liefst meedoen met die jongens en wil je je steentje aan bijdragen om een goede prestatie te leveren. Dat gebeurt niet en dus je zit op de tribune en je denkt alleen maar ik wil spelen. Dus inderdaad, dat is wel lastig, maar ik hoop er zo snel mogelijk weer bij te zijn. Maar kan jij vanaf de tribune misschien, omdat je hebt ook een ander perspectief dan andere jongens, kan je er misschien de vinger op leggen waarom het niet lukte tegen Roda of tegen de Graafschap? Nou, het is niet zo per se dat ik echt de vinger op de zere plek kan leggen. Dat ik echt gelijk kan zien waar het aan ligt. Ik bedoel, je weet sowieso als Excelsior dat je ups en downs gaat krijgen. Je hebt een hele goede periode gehad. En dan weet je ook dat er een keertje een periode aan kan komen waar het wat minder gaat. Dat is nu het geval. Maar om te zeggen dat ligt daaraan. Ja, we hebben ook wat minder geluk gehad. Vertrouwen is er wat minder dan de laatste wedstrijden geweest. Ja, je kan niet echt precies zeggen waar het aan ligt. Maar vertrouwen kan je wel tanken uit een goede eerste helft tegen PSV en ook aan een gelijkspel bij Vitesse. Dat is toch een prima punt? Ja, zeker. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat
dat we die lijn door moeten trekken van de eerste helft van PSV. En Vitesse, een punt, is gewoon goed. Ik bedoel, Vitesse is een lastige ploeg. En zeker als je uitspeelt, dan is een punt ja, is redelijk. En ja, dan zeg je tegen elkaar dat we daar, ja, daar door moeten gaan. En dan hoop je dat het goed komt. Nu zou jij volgens je trainer kunnen spelen tegen Willem II? Ik proef ook een beetje uit zijn woorden, zonder dat hij met zoveel woorden zei, dat het nog niet gaat gebeuren. Wat verwacht je zelf? Nou, ik denk dat ik heb dinsdag 60 minuten gespeeld. Dan zou het wel erg vroeg zijn om morgen te spelen, maar het kan wel. Dus we gaan het zien. Maar een voetballer wil spelen. Jij staat er volgens mij wel open voor. Sorry? Jij staat er wel open voor, want een voetballer wil toch altijd spelen? Ja, natuurlijk willen voetballen altijd spelen. Als je, als je het mij vraagt, dan, ja, dan speel ik altijd natuurlijk. Bewijzen van gelijk als het goed gaat. Maar ja, je moet ook beseffen dat je een operatie hebt gehad. En ja, dan kan je wel heel, heel snel weer ja, de wedstrijden spelen. Maar goed, is dat dan goed voor jezelf? Is het goed voor het herstel? Is het goed voor het team? Weet je ook niet. Ik bedoel, ja, ik vind als je echt gaat spelen, dan moet het gewoon helemaal, helemaal goed zijn. En het gaat nu de goede kant op, daar niet van. Maar ja, je moet ook weer niet te ongeduldig zijn. Tot slot. Nu staat er Galit Karami op jouw plek, een rechtsbenige jongen. Ja, logischerwijs kom jij gewoon weer terug in dat elftal. Nou, er komen nog voldoende belangrijke wedstrijden aan, hè, naar Willem II. Zeker, zeker. Dat is wel de bedoeling. Maar we gaan het natuurlijk zien. Ik moet gewoon weer alles laten zien op training en in de wedstrijd die ik speel. Ja, dat ik er moet staan. En dit zijn de belangrijke maanden, want ja, we moeten nu punten gaan pakken en ja, op naar die ja, directe handhaving. Dat is wat we willen en daar moeten we ja, goed ons best voor doen, want anders dan, gaat het nog lastig worden.